Shark Cartel, je weet toch, het is de Shark Cartel, Eindhoven de gekste. Heel de skate scene in Eindhoven kent Area 51 op strijp S. Maar sinds een maand is er ook de Shark Safe House. Een skatebaan en aanbouw op een geheime locatie. Dit is de houses zonder de houses. Dit is voor ieder sport wat wil. Freerunning, BMX, skateboarden. Nou, wij hebben een heel team aan extreme sporters. En die willen natuurlijk dag en nacht kunnen oefenen en trainen met hun sport. Ze hadden zoiets, nou, voor dat team zetten wij speciaal deze hal op. Dan kunnen ze gewoon 7 keer 24 uur terecht. En we beginnen met de skateboarders en de rest volgt snel. De hal moet straks onderdak bieden aan tal van extreme sporten. Maar zal niet opengaan voor het grote publiek. Alleen de leden van de Shark Cartel kunnen er aan de slag. Ja, dat is wel... Heeft wel wat te maken met ons merk en wat we uit willen dragen erin. Ik bedoel, het Shark Cartel is niet voor iedereen, zeker ook niet voor alle sporters bedoeld. We zoeken echt de mensen die heel individualistisch bezig kunnen zijn. Toch binnen een team een eigen stijl ontwikkelen. Dus dat moeten we een beetje voor onszelf zijn. Dus daarom is Shark Cartel een selecte groep mensen die hier maar aan de gang willen gaan. Je bent nu een teamlid kwijt, geloof ik. Ja, is het zo erg? Maar hij rent nog, dus dan is het nog goed. Skater Willem Vogels is blij met zijn min of meer privéhal. Je kan zelf bouwen wat je wil, dus je kan zeg maar beter trainen. Omdat je verschillende hoogtes kan bouwen en zo zit het eigenlijk. Wat hoop je te bereiken eigenlijk straks? Nou, dat we hier in ieder geval met ons eigen team en met mensen die we uitnodigen, die hier mooie sessies kunnen houden. Dat mensen zichzelf kunnen verbeteren, de tijd krijgen om zich te verbeteren en niet altijd maar in de weg gelopen worden door het algemeen publiek of zo, wat je bij openbare ruimtes vaak ziet.